Hoi, welkom bij Ypersooi. Vandaag gaan we de linzensalade met cashewnootjes maken. Dus ik zou zeggen, laten we beginnen. We hebben in ieder geval dit allemaal nodig. Het recept staat op 4 personen. En dit moeten we dus eventjes in 4 delen, want ik eet alleen. Een kwart rode ui. Koelverse pompoenblokjes. Ik heb gekozen om de vriezer versie te doen. Want de verse waren veel duurder. En ik heb maar een heel klein beetje nodig. Ik heb namelijk maar 100 gram nodig. Dus we hebben de vriezer versie. We hebben een klein beetje milde olijfolie nodig. Gemalen kaneel een beetje. 18 gram ongebrande cashewnoten. 200 gram linzen nodig. En witte azijn ook een beetje van nodig. Dus we hebben alle spullen. Laat mij even alles in stukjes hakken. Yummy, dat ziet er echt goor uit. Kijken. Lekker kattenvoer. 200 gram linzen. Ja, ik denk dat ik het voortaan maar gewoon lekker een beetje eerst van tevoren voorbereid. Want als ik dat allemaal in één keer moet doen, dan loopt het uit op een fiasco. Ik kan de pompoen ondertussen mooi ontdooien. Dus als je dit ook doet met bevroren, denk dan even na dat je het wel laat ontdooien. Verwarm de oven op 200 Celsius. Heb ik net gedaan. Snijd de ui in parten en meng het met de pompoen. Nou, dat zijn die twee. Maar ik heb niet zo heel veel goed geloof in deze maal. Moet je kijken. Dit is wat je eet. Misschien ben ik wel dik, maar ik vind dit nou niet echt een maaltijd. We gaan het maar gewoon doen en dan op hoop van zegen. En de pompoen is ook nog niet helemaal ontdooid. Dus dat was misschien ook niet de beste actie. Maar ja, ui erbij. De helft van de olie. Ik doe gewoon een blups. Er komt ook een letterlijk van blups. Oh, het geluid in de achtergrond trouwens is mijn man. Weet je dat ook alvast. Kaneel en peper moet ook erin. Kaneel en peper, hoeveel? Peper staat er nooit bij. Ik weet niet wat dat is. Peper. En kaneel. Hoeveel kaneel moest ik? Gemalen kaneel. 1 theelepel. Maar dat was voor 4 personen. Oké, dus gewoon een heel klein beetje. Niet echt een feestmaal hoor. Verdeel over een met bakpapier beklede bakplaat. Bak circa 20 minuten in het midden van de oven. Rooster de laatste 8 minuten de cashewnootjes naast de pompoen mee. Doe ondertussen de linzen in een vergiet en spoel af onder koud stromend water en laat uitlekken in een vergiet. En hak de cashewnoten. Nou, ik had de nootjes al gehakt. Deze heb ik ook al uitgelekt. Meng de linzen met het pompoenmengsel, de cashewnoten, azijn en de rest van de olijfolie. Breng op smaak met peper en eventueel zout. Oké, moeten we alleen nog uiteindelijk dat bakken en dat dan door elkaar knallen. En ik moest nog ergens azijn er doorheen doen. Een halve eetlepel. Dus dan moet je een kwart eetlepel. Dat is dus ongeveer een theelepel. Die even klaarzetten. Ja, weet je, ik doe een lekker klein tafel. Dan is dit niet te hard. Volgens mij moet ik dit niet willen ruiken, maar oké. Nope. Eeuw. Nee, volgens mij is dit nog niet eens. Wacht, als het een halve eetlepel is en het moet op 4, dan is het. Wacht, dan is het nog ineens een kwart van een theelepel. Wat moet er dan in voor azijn? Yummy. Ah, dit is toch een maaltijd. Kom op. Oké, ik ben echt heel erg verbaasd als het lekker is. Ik gooi het er alvast in. Want die pompoenetjes zijn toch nog een beetje bevroren. Zo. Straat over de bakplaat. Huts, fluts, zoiets. Timer op 20 minuten. Prima, 20 minuten. En we beginnen nu. De oven is ook nog niet eens warm. ik ben lekker bezig. Nou, ondertussen ga ik nog wat anders maken, want ik geloof er niet in. Ik moet al 4 eten hoor. Maar ik maak er even wat aardappeltjes, gebakken aardappeltjes bij. En eens kijken of ik nog groentjes heb. Potje, toppetjes en worteltjes. Dus ik ben eigenlijk gewoon een dubbele maaltijd aan het maken. Potje worteltjes. Yep, aardappeltjes in. Dit soort simpele zielen eten heb ik in het algemeen. 8 minuten, oké. Dus als ik nog 8 minuten moet ik die nootjes zo er nog even tussendoor knikkeren. Stiekem ben ik ook wel blij dat ik gewoon weer het eten heb dat ik het lekker vind. Dat ik zeker van weten dat ik het lekker vind. Dus ik ben wel een beetje een boer, zeg maar. Wat de boer niet kent, wat de boer niet ska. Ja, jullie. Misschien dat links wel gewoon heel erg veel wordt. Dat kan natuurlijk ook. Ik zou het niet weten eigenlijk. Maar ik word hier toch echt een stuk enthousiaster van dan van dit. Ruikt wel lekker middag. Oh.
ruikt een lekkere kaneel. Als je een lekkere vegan mayo zoekt, deze. Ik zweer je, dit is de bom. Ik vroeg wel meer naar frietsaus dan mayo, maar echt, dit is de bom. Dit is de beste die ik tot nu toe heb gevonden. Vegan! Ja. Oh, laat ik die even de kant doen. Het hoort niet bij het gerecht wat wij officieel aan het maken zijn. Gaan we. En nog even wachten. Kom eraan! Banner. Ziet er wel lekker uit. Oh, die nootjes zijn trouwens wel heel hard gegaan. Oh, lekker warm over. Nou, eens kijken. Meng de linzen met de pompoenmengsel, de cashewnoten, azijn en de rest van de olijfolie. Breng het op smaak met peper en zout. En eventueel zout. Ja, die erbij. Nou, de azijn. Een beetje peper nog een keer. Mengen. Doe nog een klein beetje olijfolie erbij. Dat zeiden ze. Eventueel zout. Nou, we doen gewoon een beetje zout. Zo. Nou, dat is hem dan. Ja, het is wel een bord vol, maar... Wow. Stop allemaal mee. Ik ben gewoon dik. Aardig was het maar. Nee, dat hoort er niet bij. Jij zet hier extra. Dat heb ik gemaakt omdat ik zoiets had vanavond voelde heel zielig eten. Nou, gaan we het maar proberen. Maar ik vind het ook niet zo heel lekker uit sinds ik eerlijk ben, maar nee. Ik wel lekker. Nou, gaan we. Nou, het is wel lekker. Het is niet vies. Ik vind het een beetje flauw, een beetje saai. Het is niet zoveel. Nou, het is wel lekker, maar ik vind het een beetje saai. Ik denk dat het erg veel hetzelfde smaakt, zeg maar. Het is één hap, ja. Ja, het is wel lekker. Alleen niet zo heel bijzonder of zo. Dat was de maaltijd. Ik ga lekker nog mijn doppeltjes en worteltjes afgieten. Die doe ik er lekker bij. Want ja, nee, ik denk ook niet dat dit echt vult. Want ik heb nu al een paar happen en ik heb nou niks van. Nee, het vult niet echt. Nee, ik ben blij dat ik dat heb gemaakt. Maar, dat is hem. Zie je morgen. Morgen. Bye. Tot morgen. Tot morgen. Bye.